Dag iedereen en welkom op mijn kanaal. Mijn naam is Stijn en vandaag gaan we het hebben over feedback met op-amps. Waarom passen we het toe? Nu, als we zo'n op-amp bekijken, zo'n op-amp die heeft een heel grote versterkingsfactor van zichzelf. Een factor 200.000 met als gevolg dat de uitgangsspanning in zijn extreme gedreven wordt. Dus dat je uitgangsspanning altijd even groot zal zijn als de positieve of negatieve voedingsspanning waar de op-amp mee verbonden is. Nu, vaak willen wij niet dat we die op-amp in zijn extrema gaan drijven. Vaak willen wij gewoon een signaal iets gaan versterken dat een klein beetje groter is als het aan de ingang van de op-amp wordt aangeboden. Dus in dat geval zullen wij die versterking kleiner willen maken dan een factor 200.000. In het geval dat wij de volledige versterking gebruiken van de op-amp, spreken wij over een open lus schakeling en ook dus de open lus versterking. Nu, hoe gaan wij dat gaan afregelen precies? Dat gaan we gaan afregelen met feedback. De versterking gaan we gaan verkleinen door gebruik te maken van feedback. Nu, jullie kennen allemaal al het effect van positieve feedback. Positieve feedback waarbij dat signaal wordt opgenomen en nog feller versterkt wordt, opnieuw wordt geregistreerd en weer feller versterkt. En dat kennen jullie van bij optredens. Bij optredens waar dat een signaal wordt opgevangen door een microfoon. Het wordt versterkt door de PA-installatie en de luidsprekers sturen dat geluid terug uit. Het wordt dan terug opgevangen door de microfoon. En het zal zich herhalen en herhalen en herhalen tot je signaal zo groot wordt en je systeem zo zwaar belast dat je het eigenlijk gaat doorbranden. Dat is positieve feedback en dat willen we niet. Positieve feedback ga je de uitgangsspanning van de op-amp verbinden met de niet-inverterende ingang. Positieve feedback, dit willen we eigenlijk niet doen. Deze schakeling gaan we eigenlijk maar één keer gaan toepassen en dat is bij het gebruik van de Schmidt-trigger. Dat is een ander hoofdstuk met toepassingen van op-amps. Wat willen wij dan wel gebruiken? Ja, als we geen positieve feedback willen gebruiken, dan zullen wij wel gebruik willen maken van negatieve feedback. Negatieve feedback, waarbij dat wij een gedeelte van de uitgangsspanning of de volledige uitgangsspanning terugsturen naar de inverterende ingang. Door dit te doen, kunnen wij de versterkingsfactor van de op-amp gaan verkleinen totdat het een waarde heeft die dat bruikbaar is voor onze toepassing. Je ziet nu ook dat je van de uitgang precies een lus hebt naar de ingang van de op-amp. Dit, wanneer dat wij feedback, negatieve feedback gebruiken om onze versterking te regelen, spreken wij dus over een gesloten lusversterking,